Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom. Ik zie nog mensen binnenlopen. Het is iets wat vreemd, want ik zie u niet, maar u ziet mij wel. Dus ik hoop dat het geluid allemaal goed doorkomt en dat het beeld goed doorkomt. Zoals gezegd, hartelijk welkom bij het webinar van Exyn voor de functioneel beheer specialist. Met toch enige trots willen we vandaag aan jullie het nieuwe examen functioneel beheer specialist presenteren. De afgelopen tijd hebben we samen met de vakopleiding functioneel beheer en haar specialisten een examen ontwikkeld voor alle functioneel beheerders in Nederland. En dit geldt zowel voor de beginnende functioneel beheerders als de mensen met al meerdere jaren ervaring. Op dit moment zijn er ongeveer 75.000 functioneel beheerders actief in Nederland. En als we moeten kijken, of als we kijken naar de openstaande vacatures, zullen dat er in de toekomst nog veel meer gaan worden. Dit examen dat geeft denk ik de her en de erkenning aan de functioneel beheerders. We zijn dus ook blij dat we samen met de schrijver Daniel Brouwer van het handboek De Functioneel Beheerder dit webinar aan u te mogen presenteren. Tijdens de presentatie kunt u verschillende vragen stellen. Zijn er nog vragen die niet beantwoord worden, dan kunnen we die naar de hand nog beantwoorden en u per mail op de hoogte brengen van de antwoorden daarvan. Uiteraard wordt de presentatie na afloop naar u toegestuurd. En dan wil ik nu het woord geven aan de schrijver van het boek, Daniel Brouwer. Daniel, het woord is aan jou. Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat u er allemaal bent. Ik wil u in een aantal slides de komende half uur, drie kwartier meenemen in hoe de vakopleiding is ontstaan, het boek is ontstaan, de ideeën erachter, de ideeën achter het examen, de ideeën achter nou, eigenlijk alles wat er de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Ik zal even de presentatie starten. Wat wij vooral nu gaan doen is even door de presentatie heen lopen. En als u vragen heeft, wat Bernard al zei, stel ze gewoon. Breek gewoon in en dan gaan we gewoon kijken of ik het direct kan benaderen. Dus het mogen ook gewoon inhoudelijke vragen zijn over het vakgebied. Dat is mij om het even. Moet ik even de eerste knop vinden? Die zit hier. Ja. Nou, wie ben ik? Ik ben Daniel Brouwer. Ik ben sinds 2000 werkzaam binnen de IT en de afgelopen 16 jaar vooral bezig binnen het vakgebied van functioneel beheer en informatiemanagement. En de afgelopen 10 jaar vooral bezig geweest met het verbeteren van functioneel beheerteams. En meestal in de rol van leidinggevende. Meestal vooral in de rol van leidinggevende. En wat ik daar heb geleerd is dat ik een bepaalde voorliefde heb voor het vak. Hè, en, maar waar ik nog een grotere voorliefde voor heb, is om de mensen binnen het vak te laten zien en te laten om ze te zien groeien en te zien stralen, zoals ik dat zelf altijd zeg. 43 jaar, kom uit Apeldoorn, twee kleine kinderen. Klein, de een is 5 en de andere is bijna 9. En in mijn vrije tijd ben ik niet alleen bezig met functioneel beheer, hè, maar ben ik ook bezig met mountainbiken en dat soort dingen. Leuke dingen doen samen met het gezin. Auteur van het handboek voor de functioneel beheerder. Dat 2017, een poosje terug, ben ik bezig geweest om een club van functioneel beheerders leiding te geven binnen een grote zorginstelling. En tijdens deze, in deze tijd liep ik tegen het feit aan dat de literatuur relatief tot zeer beperkt was. De literatuur die er was, dat was vooral gericht op Bissell. En wat ik daar zelf in miste, waren de praktische handvatten. Het hoe je iets moest gaan doen. De Bissell is vooral wat je moet doen. Maar wat ik vooral miste, was wat moet ik nu doen als functioneel beheerder? En dat was heel belangrijk, want ik merkte dat ik, op het moment dat ik collega's naar een training liet gaan, kwamen ze terug en zeiden, ja, het is een hele leuke training geweest, ik heb heel veel theorie gedaan, maar hoe moet ik het nu gaan toepassen? Dus we waren heel erg op zoek om continu het wiel opnieuw uit te vinden. Nou, op dat moment
ben ik gaan nadenken en kwam ik mensen tegen die een boek hadden geschreven over Agile en HR. En toen dacht ik, hé, dit is gaaf, hè? Die hebben een boek geschreven wat heel pragmatisch is en heel erg makkelijk te lezen is. En dat wil ik ook. Dat wil ik ook voor het vakgebied. En op dat moment was ik ook, was ik net klaar om een Master Black Belt te halen. En ik had een essay geschreven over lean en functioneel beheer en hoe dat dan samen kon gaan. Dus ik kreeg op een gegeven moment een soort van openbaring van, hé, we moeten een boek schrijven voor die functioneel beheer, wat gewoon praktisch is ingericht. En gewoon simpel te lezen is en ja, wat iedereen zou moeten kunnen begrijpen. Nou, met dat idee in mijn achterhoofd heb ik contact gezocht met degene die heeft geholpen met het boek schrijven, Martijn Buurman. En op dat moment zijn we gaan nadenken over, hoe kijken wij daar nu naar? Hoe kijken we naar het vak en wat missen wij erin en wat missen wij in de boeken? En nou, de ideeën die kwamen overheen. En op dat moment heb ik de uitgever benaderd, Nubis. En dat was dezelfde uitgever als van dat boek over Agile en HR. En wat ons heel erg aanspreekt is de boeken die deze uitgever uitgaf was de praktische insteek. En achteraf bleek ook dat hij heel lang verantwoordelijk is geweest voor de Van Dummies reeks. Ja, dat zijn ook heel erg hands-on boeken. Dus op dat moment een soort van match made in heaven. Daar waren we heel erg blij mee. En op het moment dat je een boek gaat schrijven, ga je nadenken, wat moet er nu in? Maar wat moet er ook gewoon niet in? En een van de dingen die we er niet in wilden was een soort van absolute waarheid. Want ik geloof daar niet in. Ik geloof niet dat een boek moet vertellen wat een absolute waarheid is, maar een waarheid. Dus dat was een van de kaders die we onszelf hebben meegegeven. Een ander kader is, het moet een Nederlandstalig boek zijn. Het boek kunnen we in het Engels uitbrengen, hè, maar informatievoorziening en informatiemanagement en functional beheer is in het Engels heel erg lastig uit te leggen. Vooral omdat het ook een Nederlandstalig vakgebied is. Dus het moet een Nederlandstalig boek zijn, maar het moet ook gewoon in normaal Nederlands zijn. Wat je ziet bij een aantal boeken die in ons vakgebied aanwezig zijn, is dat ze best wel academisch zijn. We hebben best wel best wel abstract taalgebruik, hè? En dat past bij de een beter dan bij de ander. En als ik naar mezelf kijk als mens en ook bij Martijn, hè, met wie ik het boek samen heb geschreven, dat past niet bij ons. Dus we wilden ook gewoon, niet daar wil, maar gewoon Jip en Janneke, gewoon Nederlands. Ander kader wat we onszelf mee, we gaan geen afkortingen gebruiken. Ons vakgebied is doorspekt van afkortingen. Je struikelt bijna over de afkortingen. En dus heb ik gezegd, we gaan zo min mogelijk afkortingen gebruiken. We gaan ook zo min mogelijk vakjargon gebruiken. Nog veel belangrijker, omdat wij ook de beginnende functioneel beheerder wilden aanspreken. Maar ook bijvoorbeeld een manager die iets meer van functioneel beheer af wil weten. Die bijvoorbeeld functioneel beheerders in zijn team heeft zitten, maar zelf weinig kennis van zaken heeft als het gaat om het vakgebied. Een ander ding wat we hebben meegenomen in het verhaal, we gaan zo min mogelijk overnemen van dingen die er al bestaan. Als je kijkt naar Bizzle, dan zie je bijvoorbeeld wijzigingsmanagement, wijzigingenbeheer zie je daar. Dat is al uitgevonden. Incidentmanagement is al uitgevonden, problemmanagement is al uitgevonden. Dus op dat moment zeggen we ook, is al uitgevonden. En dat werkt allemaal prima, maar dat hoeven we niet nog een keertje te herschrijven in een boek zoals dit. Het is zonde van de tijd en het is zonde ook van de energie van de lezer. Dus we gaan ons echt focussen op het vakgebied. Een ander ding, en dat vond ik zelf heel erg belangrijk, is dat het boek moest er ook gewoon mooi uitzien. Ik heb een achtergrond in de grafische vormgeving en een van de dingen die ik heel erg belangrijk vind is dat het boek, als het ligt, dan moeten mensen denken van wauw, wat is dat een mooi boek om te zien. En een van de dingen die ik daarin mee heb genomen, minimalistisch, het moet echt tot de kern komen van hetgeen wat er staat. Maar het moet ook aanspreken. Als je kijkt, een van de dingen die heel erg aanspreekt, dat is deze rode rand, dat heet kleur op snee. En die rand die zit er met een reden op. En de reden dat die rand eromheen zit, is dat op het moment dat het boek bij iemand op zijn bureau ligt, moet het uitnodigen om opgepakt te worden. En dat doet het ook. En dat werkt ook. En de uitgever was er niet zo heel blij mee, want het maken van zo'n kleur op snee, dat gebeurt met de hand in België, met een airbrush. Ze pakken een stapel boeken, zetten ze in een klem, plakken ze af en vervolgens gaan ze met de hand airbrushen. En dat is net zo duur als het drukken van één boek. Eén boek spuiten. Dus dat is best wel, dat is een kostbare aangelegenheid. Maar ik vind,
Net als een goede timmerman. Een goede timmerman maakt de kast aan de achterkant ook mooi. Hè? En dat is bij dit ook zo. De inhoud moet goed zijn. Maar de vormgeving moet ook goed zijn. We gaan geen plaatjes gebruiken van het internet. We gaan de illustraties zelf maken. We gebruiken genoeg witruimte om het boek ook leesbaar te krijgen. Dus we hebben heel veel vormgevende technische dingen gebruikt om het boek leesbaar te krijgen en te houden. En dat was, voor mij was het ook een soort van creatieve uitlaatklep. Niet alleen qua inhoud, maar ook qua vormgeving. En dat is goed gelukt. Ik ben er super trots op hoe het is gegaan. Ondertussen hebben we er 2000 van verkocht. Nee, meer al. Gaan we al over de 2100 heen, hoorde ik gisteren van mijn uitgever. En dat is best wel uniek voor een boek in deze categorie. Want wij hebben geen groot marketingapparaat. Wij hebben geen stichting die achter ons staat. Dit is gewoon een boek gemaakt voor mensen uit het vak, voor mensen in het vak. Op dat moment hebben we een boek geschreven. Samen met Martijn. En daarna eindigde eigenlijk ook onze samenwerking. Ik ben me vooral gaan richten op het verder brengen van het boek. En ik had ook een bepaald idee. Want het idee dat ik het boek ben gaan schrijven was ook om uiteindelijk een opleiding te gaan maken. En uiteindelijk ook een certificering te krijgen op die opleiding. En dat is gelukt. Hè, wat Ben het net al zei, is dat er sinds vorige maand een certificering is met Exin. Dat traject is tegelijk gestart als dat we met het boek aan de gang gingen. Dus daar ben ik ruim 2 jaar mee bezig geweest om dat met Exin voor elkaar te krijgen. En dat is best wel een exercitie. Ja, want het is wel iets heel iets nieuws wat je in de markt zet. Hè. Maar omdat het heel erg praktijkgericht is, zijn we met z'n allen door een flinke leercurve heen gegaan van hoe gaan we dit verder brengen met elkaar, zodat de functioneel beheerder ook krijgt wat hij nodig heeft. Als je dan kijkt naar het boek, dan ga je op een gegeven moment nadenken wat moet er in dat boek. Hè? En een van de dingen die ik heel erg belangrijk vond is dat we hebben een heel complex vakgebied. En een van de dingen die we moeten gaan proberen is die complexiteit terug te brengen naar iets wat behapbaar is en wat voor iedereen te snappen is. En dat doe je over het algemeen met een model. Dat is dit model geworden. Het model heeft geen naam. De uitgever noemt het altijd voor de gein het 3x3 model van Brouwer en Buurman. We hebben het model bewust geen naam gegeven. Omdat wat mij de afgelopen 20 jaar is opgevallen is, op het moment dat wij een implementatie doen van een model of van een methode, als het fout gaat, ligt het altijd aan de methode. Of aan het model. En dat is waar, maar ook weer niet. En een van de dingen die ik graag wilde was, en Martijn ook, het moet gewoon simpel zijn. Hè? En mensen moeten het kunnen begrijpen. Dan ga je nadenken over wat moet er in het boek. Dat neem ik jullie zo in mee. Een van de dingen waar we heel lang mee hebben geworsteld is, wat doet die functioneel beheerder nou elke dag? Hè? Hoe zit zijn of haar wereld in elkaar? Daar hebben we heel lang over nagedacht. En die structuur hebben wij, en die inzichten hebben wij geprobeerd te vertalen in dit model. Hè? En dit model laat zien dat er 9 activiteiten zijn die wij dagelijks uitvoeren. En je kunt erover twisten of het 1 of 2 meer of minder zullen zijn. En over de bank genomen hebben wij geconcludeerd dat dit de 9 activiteiten zijn van een functioneel beheerder. Met dat in het achterhoofd, en ik ga zo meteen ook het model nog even uitleggen aan de hand van de modules die we in de opleiding hebben, zijn we gaan nadenken, ik met een aantal andere mensen, over hoe gaan we dit model en dit boek, nadat we al een jaar het boek op de markt hadden, kunnen wij dit vertalen naar een praktijkgerichte opleiding? Toen we het boek schreven, hebben we erover nagedacht. Alleen niet meegenomen in het ontwerp van het boek. Hè. Dus uiteindelijk is de vakopleiding gewoon gekomen zoals die is gekomen. En op basis van het boek. En dat heeft gewoon goed uitgepakt. Als je dan kijkt naar de vakopleiding. Hè, en waarom noemen we dit een vakopleiding? Omdat het een vak is. Hè, ik zie het als een vak. Het is een specialisme. Niet iedereen die kan het. Iedereen is ervoor geschikt. De een die
Hè, die kan het gewoon beter dan de ander. Maar wat we hebben bedacht is, als we een dergelijke opleiding gaan maken, dan moet de opleiding geschikt zijn voor iemand die net komt kijken, die net van school komt. En iemand die al sinds jaar en dag in het vak zit. Hè. Want als je kijkt naar de. Als je het uit elkaar zou trekken, dan zou je best wel een heel complex verhaal krijgen qua opleidingen en qua dingen die dan overlap krijgen. En dan zeker als je kijkt naar het boek, hè, want het boek hebben we ook altijd geschreven voor de beginnende functioneel beheerder en de meer senior functioneel beheerder. Hè, maar wat we vooral hebben geprobeerd is om een opleiding te maken die deze beide groepen voorziet van. Van kennis en van informatie. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat wij aan de gang gaan met praktijksituaties. De opleiding is dusdanig opgericht en opgetuigd, is dat de functioneel beheerder die op dat moment daar aanwezig is, zijn of haar eigen praktijksituatie kan inbedden in de opleiding. Nou, als je dan kijkt, nou, waar kom je dan uiteindelijk op uit? De opleiding die duurt 5 dagen. En waarom 5 dagen? We hebben 9 activiteiten en we willen per activiteit willen we heel veel tijd en energie in stoppen. Hè, want het is nodig. Hè. Elke activiteit is echt anders. En 1 dag of 1 dagdeel is eigenlijk, dan gaan we het hebben over het vakgebied. Hè. Wat doet de functioneel weer dat niet? Nou, ik ga dat zo even uitleggen. Maar de kracht zit hem in het volgende. De kracht zit hem in dat wij vooral bezig gaan met praktijk. We gaan niet 5 dagen slides voorlezen. Hè, want, hè, iedereen die kan lezen, dus die kan ook het boek pakken en het zelf doorbladeren. Wat we gaan doen, we vertellen iets over de theorie op hoofdlijnen, een korte samenvatting. En op dat moment gaan wij met praktijkopdrachten die in de achterkant van het boek staan, hè, daar staat de gereedschapskist, die gaan we toepassen op die theorie. Om ook ervoor te zorgen dat die theorie beter beklijft. Dus het is een hands-on training, hè? Dus veel learning by doing, heel belangrijk. En wat ik heel erg belangrijk vind, en dat is wel een van de dingen waar ik, hè, wat ik al zei in het begin van de presentatie, is als iemand naar die training is geweest, dan wil ik eigenlijk ook als leidinggevende een soort van direct van de revenue ervan zien. Hè? Dat vind ik heel belangrijk. Dus een van de eisen aan de opleiding was, op het moment dat wij wat doen, iemand moet het zelf de volgende dag kunnen toepassen. Hè? Dus ik kan met de mensen gaan vissen, maar ik heb liever dat ik ze leer vissen, zodat ze morgen zelf die vis kunnen vangen. Dus dat is een van de uitgangspunten geweest van de opleiding. Nou, als je dan kijkt naar wat levert het uiteindelijk op, hè? Behalve deze 3 punten, hè? Dat ze een gemeenschappelijk beeld hebben van hun vak. Hè? Want daar schort het helaas heel vaak aan. Hè? Vraag aan 10 functioneel beheerders binnen een organisatie wat ze doen. En je krijgt meer dan 1 antwoord. Wat je ook ziet in de praktijk, is dat functioneel beheerders op zoek zijn naar schablonen van internet en die proberen te gebruiken in hun eigen omgeving, in hun eigen situatie, wat op zich prima is. Maar wat beter is als ze zelf een schabloon maken waar ze zelf mee in de gang kunnen gaan. Want dan snappen ze ook wat de idee achter zo'n schabloon is. Ja, en stel dat we hem in company gaan doen, hè, dan kan het ook een start zijn van een gemeenschappelijke manier van werken. Doordat je samen dingen doet en samen een probleem op gaat lossen, krijg je ook een gemeenschappelijk doel. Hè? En krijg je ook een rode draad in het team. En dat is uiteindelijk wat je wil van zo'n training. Ander ding wat heel erg belangrijk is voor mij, hè, omdat ik zelf nog binnen het vakgebied werkzaam ben, is dat de training die wij geven, die wordt alleen maar gegeven door mensen die zelf nog in de voet in de klei staan, hè? Zelf meerdere jaren ervaring hebben als consultant of zelf nog als functioneel beheerder. Dus die ook dagelijks nog tegen de problematiek aanlopen waar de gemiddelde functioneel beheerder ook tegen aanloopt. Dat is heel erg belangrijk, want dan op dat moment heb je ook een soort van consultancy-achtige rol als trainer. Hè? Dus op dat moment ben je ook een consultant. En de stof is zo opgebouwd dat er gewoon ingefietst kan worden. Dus dat de problematiek waar een cursist op dat moment zit, die kan zo de training in worden gefietst. Nee, we hebben nog niet meegemaakt dat het niet kan. En wat ook heel erg belangrijk is, dat de trainers op de hoogte zijn van de meest actuele ontwikkelingen. Kijk,
Waar wij heel erg naar op selecteren en waar we heel erg naar kijken is dat wij een trainer uit gemeenteland die geeft training aan mensen in gemeenteland. Want die weet dat daar dingen spelen met de omgevingswet. Een trainer binnen de zorg die weet wat voor hoe precair een EPD is. Hè? Dus die snapt dat ook. Hè? En ik zeg niet dat die twee niet verenigbaar zijn, hè, maar daar kijken we wel expliciet naar. Hè. Dus wij kijken wel naar hè, aan wie gaan we training geven en wie past daar het beste bij. Of misschien zit die persoon zelfs nog wel in die omgeving. Met als doel is dat de functioneel beheerder meer impact heeft maken. Hè, dat is het doel. Dat is het doel geweest van het boek, dat is het doel geweest van de vakopleiding, maar dat is ook het doel van het examen geweest. Nou, dan wil ik nu even stilgestaan bij naar de modules. En de modules volgen eigenlijk de lijn van het boek. Nee, niet eigenlijk, die volgen de lijn van het boek. En het eerste stuk in het boek waar je mee wat je zal lezen, maar je ook in de training mee aan de gang gaat, is wat is nu eigenlijk functioneel beheer? Hoe ziet een functioneel beheerder eruit hè, qua kennis en vaardigheden? Hoe hangt een functioneel beheerder in de organisatie? Het Agile Scrum hebben we kort aangestipt. Hè. Wat is het verschil tussen een functioneel beheerder en een product owner? Zit daar overlap in? Ja, er zit overlap in. Oké, okay. Zou een functioneel beheerder een goede product owner kunnen zijn? Dat kan. Dat kan. Dus waar we vooral mee bezig zijn, is kijken van wat het vakgebied nu daadwerkelijk inhoudt. Hè, en hoe jouw wereld als functioneel beheerder eruit ziet. Daar staan we meer dan een halve dag bij stil, want dat is uiteindelijk de basis van het boek, hè? Maar ook de basis van de opleiding. Als je dan kijkt naar het eerste stukje wat we tegenkomen, en als je die drie bollen nog kan herinneren, dan zitten we nu vooral bovenin, en bovenin is het reactieve deel van ons vakgebied. En een van de eerste dingen die wij hebben gezien, op het moment dat wij aan de gang gingen om het te beschrijven, was het proces gebruiken. En dan gaat het vooral over het ondersteunen van de gebruikersorganisatie. En die willen van alles van ons, hè, wat het ook mag zijn. Maar een van de eerste dingen waar een functioneel beheerder over het algemeen mee bezig is, is het ondersteunen van het gebruik van informatievoorziening. En dus daar gaan we dan mee aan de gang, hè, met deze module. Met als doel om meer inzicht te krijgen van hoe kunnen wij de gebruikersorganisatie beter ondersteunen, zodat ze de bestaande IV beter gaan benutten. Dat is het doel van dit proces. In de boek noemen we het een activiteit, maar eigenlijk is het een proces. Volgende doel is beheer. De dingen die wij doen en de dingen die wij ondersteunen, dat doen wij ook door middel van het beheren van de informatievoorzieningen. Daar ziet een gebruiker over het algemeen helemaal niks van. De enige die daar wat van ziet, dat zijn wij als functioneel beheer zelf. En wij voeren onderhoud uit op de applicatie. En op wat voor manier dan ook. En wat we dus hebben gedaan is gekeken wat voor type onderhoud hebben we dan. En dat is redelijk reactief. En we gaan ook kijken hoe kunnen we van dat reactieve naar dat proactieve gaan. Want dat is uiteindelijk wat je doet. Hè? Je wil niet continu als een brandweerman achter het vuurtje aanrennen. Op het moment dat we deze twee activiteiten hadden gevonden, hadden opgeschreven, was er één activiteit die relatief nieuw is binnen ons vakgebied. En dat is het bewaken van de applicatie. En dat bedoel ik niet wat iemand binnen ICT doet. Hè, dus die kijkt naar netwerkverkeer en dat soort zaken. Maar je kan ook nog op een andere manier de functionaliteit bewaken. En een van de dingen die ik zelf in de praktijk heb gezien, heb meegemaakt en heb uitgerold, is op basis van het simuleren van een gebruiker in een applicatie op een netwerk om te kijken of een applicatie nu daadwerkelijk traag is. Dus wat je gaat doen is je gaat kijken naar de gebruikersbeleving. Hè? Dus wat dat ding doet, een leuk voorbeeld is dat, was een decentrale organisatie met 600 vestigingen en er werd geklaagd over de performance van de applicatie of van het systeem. Op dat moment hebben we samen met onze technische partner hebben we allemaal robots, zoals dat dan heet, in het land neergezet. En dat waren eigenlijk laptops met een stukje software erop. En wat we dan deden, hadden we een script erachter draaien. En wat dat script deed, die deed het eigenlijk een inlogpoging en een bepaalde transactie probeerde die uit te voeren. En dat deed hij continu.
En dat deden we op 6, 7 locaties. En op dat moment krijg je inzicht op verschillende locaties wat bepaalde doorlooptijden zijn van die transactie. En op dat moment kan je gaan kijken van, heeft die gebruiker gelijk als het gaat over dat hij traag is? Of kan je dat isoleren richting een locatie? Nou, daar zijn we heel lang mee bezig geweest binnen deze organisatie. Dat gaan we niet doen binnen deze module, want het is relatief technisch. Maar wat we wel gaan doen is, dat is een hele mooie praktijkopdracht. We hebben zogenaamd, hypothetisch, een issue. En we gaan dat structureel gaan we dat oplossen middels een methode. En dat heet de A3-methode. Staat ook in het boek uiteraard. En dit is op een gestructureerde manier een probleem oplossen. Want wij zijn heel goed in het oplossen van problemen. We gaan heel snel van probleem naar oplossing. Maar er zit nog wat tussen. En dat, wat daartussen zit, is om niet het probleem op te lossen, maar om de grondoorzaak op te lossen. Dat het eigenlijk nooit meer terugkomt. Dus eigenlijk wat je doet, is een soort van problem management binnen deze module. En dat doen we met allerlei verschillende tools en handvatten. Dan krijgen we vervolgens de volgende module. En dat is de module die... Nu in het we hebben 3 bollen en we hebben de bollen niet benoemd in het boek, hè, maar we hebben een bol dat gaat over ondersteunen, dat is de bovenste, en we zitten nu in de zwarte bol, hè, jammer dat die nu niet op staat, en dat is de bol van regisseren. En het eerste wat we nu moeten gaan doen is, wij noemen dat triggers, er komt van alles op ons af en wij moeten dat zien te verzamelen wat dat is. Hè. En, ik heb leuke discussies gehad van mensen die vooral bezig zijn met ITIL, die zeggen ja, dat is eigenlijk incident management. Ja, dat is het eigenlijk niet, want het zijn gewoon invloeden die wij waar we grip op proberen te krijgen door te onderzoeken waar het vandaan komt. En wij hebben dat triggers genoemd. Dat is een van de weinige woorden die wij niet op een mooie manier konden vertalen naar het Nederlands. Dus het is een van de weinige Engelstalige woorden die je tegenkomt. Maar wat we vooral nu gaan doen is het verzamelen van die triggers. Zodat je weet wat er speelt en zodat je ook een inschatting kan gaan maken over de invloeden van de informatievoorziening. En dat je daar ook afspraken over kan maken. Dan weet je wat er op je afkomt. En dus je hebt al die triggers heb je gezien, heb je gevonden, heb je geregistreerd. Dan moet je nadenken, oké, ik weet de triggers, maar ik heb er nog helemaal niet nagedacht over die impact. En wat je dan doet is, op basis van een aantal standaard vragen, ga je de impact proberen te bepalen. En met als doel, en dat is eigenlijk ook deze zin die er staat, hè, waarom moet deze trigger worden opgepakt? En misschien waarom ook wel gewoon niet? Daar moet je over nadenken. Dus tijdens deze module en tijdens dit stukje wat we behandelen in het boek, we noemen dat het vertalenproces. Hè. We hebben een trigger en we moeten dat vertalen naar iets of niets. Dat kan natuurlijk ook. Dan zit je halverwege de bol van regisseren en dan kom je bij de volgende uit. En wij noemen dat dan bepalen. En je weet nu wat de triggers zijn, je weet wat de impact is. Maar als je 100 triggers hebt, zoals wij die dan noemen, welke pak je dan als eerste op? Nou, dat is heel veel, dat merk ik in de praktijk, dat heel veel functioneel beheerders daar dagelijks tegenaan lopen van, hoe prioriteer ik nou eigenlijk? Binnen Lean Six Sigma hebben we daar een hele methode voor, een hele mooie methode, dat heet de FMEA, de Fill, Emote and Effect Analysis. En vergeet dat, maar waar het om gaat is, dat is een methode die... op een gewogen manier, ik noem dat gewogen wantrouwen, dat je heel makkelijk de prioriteit van een grote set met triggers kan bepalen. Op basis van het risico. Wat ik vaak meemaak in de praktijk is dat een prioriteit wordt bepaald door een hogere leidinggevende of door de markt of nou, whatever. Wat we met deze methode doen is op een feitelijke manier proberen te prioriteren op het basis van het risico wat er lopen. Dus we gaan risicogebaseerd prioriteren. Dat is een andere manier zoals we dat gewend zijn. Ik zeg niet dat deze manier beter is, hè, maar het doel van deze module en van deze opdracht is dat een functioneel beheerder ook andere handvatten krijgt. Een andere manier, een ander inzicht om te kijken hoe je moet prioriteren. Dan komen we nu bij de laatste bol uit. En wij noemen dat de verbeterbol. Of ik noem dat de verbeterbol. En daar gaat het namelijk vooral over. Nou, we ondersteunen. We regisseren. Maar we verbeteren ook.
En als het dan gaat over verbeteren, dat wij hebben nu dus een trigger hebben gevonden. We hebben de impact bepaald. We hebben de prioriteit bepaald van een set met triggers. En nu is het de taak aan een leverancier of aan onszelf om die trigger te realiseren. Wij noemen dat ook het realiseren proces. En dus iets in de IV of in de informatievoorziening moet worden aangepast. En wat wij zeggen is dat het de doel is van de functional beheerder dat hij of zij de primaire verantwoordelijkheid heeft, hè, om dat te doen. Hè. Dus de regie erop. Hè. En dat het ook daadwerkelijk gebeurt. En wat je ziet is dat wij, wat we moeten doen, is op een juiste manier ook die leverancier voorzien van informatie wat deze nodig heeft om de trigger ook te kunnen realiseren. Dan heeft de leverancier dat gedaan, hè, en dan op dat moment krijgen wij het terug en dan moeten wij noemen dat accepteren. En accepteren is het enige proces dat eigenlijk bestaat uit twee processen. Die hebben we opgesplitst, hè, in de testfase en de acceptatiefase. En dus wij moeten wat gaan testen. Hè. Dat betekent niet dat we dat zelf moeten gaan doen, hè, maar het is wel de bedoeling dat er iets wordt getest. Dus wij hebben vaak de regie op de test, hè, met gebruikers. En we testen zelf natuurlijk ook, hè. Kunnen we inloggen. Kunnen wij het beheer uitvoeren? Wordt er voldaan aan acceptatiecriteria? En dat doen we dat laatste doen we dan vaak in de acceptatiefase. Dus wij accepteren de daadwerkelijke opleving vanuit de leverancier. En dan als laatste activiteit hebben wij noemen dat implementeren. En dat is het daadwerkelijk invoeren van hetgeen wat er is gemaakt. En dat vind ik vaak de meest spannende fase van alles. Ook de meest leuke, want dan ga je echt met de mensen aan de gang om dingen over de bühne te krijgen, om te kijken of het werkt. Om te kijken of het werkt, heb je hopelijk al gedaan tijdens de testfase, maar dan, hè, dus de proof in the pudding is in de eating, zeggen ze altijd. Ja, dus wat je nu gaat doen is, en dat heb je nog niet gezien in de Bizzle-boeken, maar we gaan echt kijken van, oké, er komt iets op ons af. We weten per definitie dat het weerstand gaat geven. Dat is, op het moment dat er iets verandert, is er altijd weerstand. En bij de een is die minder dan bij de ander, maar het is altijd weerstand. En hoe ziet dat er dan uit? En hoe ga je daarmee om? En daar gaan we dan vooral even met in deze module en ook in het boek gaan we daar even wat dieper op in. We hebben daar een rouwcurve getekend, heet dat ding. Of we noemen het een verandercurve. Maar er is een curve waar iedereen doorheen gaat als er iets verandert in je omgeving. En daar moet je wat mee. Nou, op dat moment ben je eigenlijk klaar met de vakopleiding. En dan zitten we op de laatste dag, rond een uur of twee, half drie. En dan gaan we een proefexamen. En dat proefexamen is bedoeld om je voor te bereiden op het examen wat we met Action hebben ontwikkeld. En als je kijkt naar het examen wat we samen met Action hebben ontwikkeld, dan ziet dat als volgt uit. Het is een multiple choice examen. 30 vragen, waar je moet 20 van de 30 moet je er goed hebben. Is het een open boek? Nee. En je hebt er 90 minuten voor. En een van de eisen is dat je wel de training hebt gevolgd. Omdat een van de dingen die je leert tijdens de training, die haal je niet zozeer uit het boek. Het is echt een stukje vaardigheid en een stukje inzicht wat je moet krijgen. En dat moet je wel worden bijgebracht door de trainer. Dus iemand moet je wel een beetje dat fingerspitzengevoel meegeven. Want dat heeft namelijk ook met het volgende te maken. Een van de vragen die ik regelmatig krijg is, oké, als ik nu kijk naar de vakopleiding, hè, dus de Functional Beheer Specialist opleiding en Bizzle, wat is dan het verschil? Wat je ziet is dat de Bizzle trainingen over het algemeen, hè, dus bijna allemaal, zijn vooral bezig om ervoor te zorgen dat je de informatie kan onthouden en dat je het kan uitleggen, dat je de concepten kan uitleggen. En dan noemen we dat bloemlevels. Dus er zijn bloemlevels 1 en 2. Een van de dingen waar ik zelf in de praktijk tegen ben aangekomen, waar ik zelf in de praktijk tegenaan ben gelopen, is dat, oké, maar dan die volgende stap, hè? Kan ik het ook gebruiken? Nou, daar zijn we vooral mee bezig. Kan ik het toepassen? Kan ik hetgeen wat ik heb geleerd, kan ik dat toepassen? Dat is het echte verschil tussen de Bizzle opleiding en onze opleiding.
Wat ook handig is om te weten, is dat de vakopleiding en de examinering, die hebben een zogenaamde ECF-mapping. En wat ECF doet en zegt, dat is een Europese standaard als het gaat over kennis van zaken. En ik ga het niet helemaal uitleggen, want dat kun je later nalezen. Maar wat er eigenlijk staat, is dat deze ECF-mapping laat zien wat je leert tijdens deze training in dat model van ECF. En ECF wordt binnen de Rijksoverheid veelvuldig gebruikt. In het buitenland, vooral in Duitsland en Italië, is dat standaard. Hè, dat alle trainingen daaraan moeten voldoen. Dus een van de dingen die voor ons heel erg belangrijk was, van, kunnen wij een ECF-mapping maken op het examen en op de training. Nou, dat is gelukt. Omdat het binnen de Rijksoverheid wel wordt gezien als een soort van standaard. Zijn er vragen? Bernard? Nee, Daniel. Op dit moment heb ik nog geen vragen gezien. In ieder geval het een hele mooie duidelijke uiteenzetting. Oh, wacht even hoor. Ja, er komt een vraag binnen van Erwin. Slaat de functioneel beheersspecialist het BISL uit? Ja, of zijn, is, de ene een vervanger voor, is de ene een vervanger voor de andere, neem ik aan dat die bedoelt. Nee. Wat wij hebben gedaan is, toen we aan de gang gingen met het boek, was wel gewoon alle bestaande literatuur hebben we gewoon weggelegd. En gewoon gekeken vanuit onze eigen kennis en ervaring. Hè, de dingen die we dagelijks meemaken is, wat doen we eigenlijk? En wat je ziet is dat BISL is ook vooral bezig met een tactische en een strategische laag. Dit is vooral het vak van functioneel beheer. Dus ja, er zal hier en daar wat overlap zijn, maar daar ontkom je ook niet aan. Hè. Maar het is nooit de bedoeling geweest om BISL te vervangen. Ik ben daar ook helemaal nooit mee bezig geweest, ook niet met deze opleiding. Wat we hebben gedaan is een boek geschreven wat we zelf gehad hadden willen hebben in het begin van onze carrière. En ook een opleiding gemaakt die we gehad hadden willen hebben. Dus. Nee, en of het uiteindelijk het een het ander verdrinkt, ja, dat weet ik niet. En daar ben ik ook niet mee bezig. Uiteindelijk zal de markt daar wat van vinden. Hè, dus ja, daar heb je als auteur en als eigenaar van een opleiding, daar heb je geen invloed op. Nog andere vragen? Erwin, ik hoop dat dit zo je vraag beantwoordt. Mm-hmm. Zo niet, dan lezen we dat graag terug. Even kijken hoor. Ja, het zijn vijfdaagse training. En of dan de training dan. Waar staat die? Methodiek gebruikt wordt. Met andere woorden, één dag één methodiek uitleggen of één onderdeel die je dan vervolgens kan testen. Ja, ja. Als je kijkt naar de opleiding, zoals die is opgetuigd, is dat het zijn vijf dagen en elke dag oefen je twee tools uit de gereedschapskist of iets wat erop lijkt of uit een stuk uit het boek. Dat is het doel. Hè? Dus uiteindelijk ga je elke dag weg met hoe kan ik bijvoorbeeld met een bepaalde methode heel simpel een proces uitpluizen? Of kan ik wat ik net al zei over die A3-methode, heel gestructureerd een probleem oplossen? En wat we dan doen is, we pakken gewoon een echt probleem van iemand in de groep. En als het een grote groep is, dan maken we groepjes van 3, 4 cursisten. En die pakken één van die problemen pakken ze aan en die gaan ze gestructureerd met elkaar oplossen. En dan tot de daadwerkelijke oplossing, maar wel tot een oplossingsrichting. Dus ja, er worden wel methodes gebruikt. Meerdere zelfs. En de ene dag is het wat zwaarder qua methode dan de andere dag. Maar het ligt wel op hands-on, gewoon doen. En wat we vaak ook doen is dat, als we dag 1 of 2 hebben gehad, hè, die dag daarna, en meestal zit er een week of 2 weken zitten daartussen. Wat je vaak ziet is dat mensen wel aan het oefenen zijn geweest met de methode die ze hebben aangeleerd.
En die komen dan terug, hey, ik heb het geprobeerd, wat vind je ervan? En dan bespreken we dat ook in de groep. Hè? Dus pas geleden bij een universiteit waren we bezig geweest, die hebben een CIPOC gemaakt. Hè? Nou, wat het is, hè? Dat is een methode om heel simpel een proces uit te pluizen. En die was ook bezig geweest om een bestaand proces met collega's uit te pluizen. En dat hebben we daar besproken. En op dat moment kan je ook heel goed toetsen als trainer of die methode bij de andere cursisten is geland. Want op dat moment ga je gewoon de discussie aan over dingen die je daar ziet. En wat je dan ziet is dat er een bepaalde vibe begint te ontstaan en een bepaald inzicht. En dat is, ja, dat is heel gaaf om te zien. Dat is echt heel gaaf om te zien. Ik hoop, Margriet, dat het zo het antwoord duidelijk is. Ik heb een vraag van Mohamed Bas. Is de opleiding verplicht voor het examen of kan je ook met boek een zelfstudie-examen doen? Nee, ja. De opleiding is verplicht, omdat wat ik in slide, pak hem er even bij, deze. Door het oefenen van de praktijkopdrachten kom je tot bepaalde inzichten en die inzichten zijn verwerkt in het examen. En om de kwaliteit van het examen, maar ook daar te kunnen waarborgen, hebben we er juist bewust voor gekozen om dit wel als verplicht te stellen. En dus, want een aantal vragen, ik heb ze zelf ook gemaakt, als ik die training niet had gehad of had gemaakt, en ik ben natuurlijk de auteur van het verhaal, dan kom je er niet doorheen. Het is gewoon bijna niet te doen. Dus we hebben er bewust voor gekozen om samen met Exin om de training wel verplicht te stellen om ook de slagingskans. Want het is geen, hè, als je kijkt naar wat ik al zei met Bissel, het is niet alleen onthouden en begrijpen, maar het is ook toepassen. Dus je moet ook gewoon begrijpen hoe je bepaalde dingen toepast. En het boek is daar, ik leg uit in het boek hoe zo'n methode werkt. Maar je moet het ook een keer ervaren hoe het is om een CIPOC te maken of een VSM of een KNO-model op te stellen. Dus je hebt die training wel nodig om dat te kunnen doen. Dus ja, het is verplicht. Ik hoop dat dit je vraag beantwoordt, Mohamed. Ik heb een vraag van Anko Prins. In de praktijk overlappen het functioneel beheer en business analysis steeds meer. Hoe voorziet deze opleiding daarin? Goed, nee. Wat je vaak ziet bij business analysis, dat ze ook vaak bezig zijn met het uitpluizen van processen. Dus waar wij, kijk, er zit wel wat overlap in als het gaat om processen uitpluizen, maar dat is natuurlijk wel beperkt omdat je maar 5 dagen hebt en 9 modules die je uiteindelijk moet doen. Dus ja, ik zie het ook in de praktijk en je ziet ook dat er een verschuiving aan het plaatsvinden is binnen het vakgebied. Hè, dat mensen steeds meer van het ondersteunen naar regie gaan en zullen uiteindelijk ook doorgaan met puur met verbeteren. Dus wat je wel, ja, er zitten wel wat elementen in, maar natuurlijk niet heel veel, omdat ja, er zitten ook mensen die net komen kijken bij. Hè, dus het is niet het is echt een omdat functioneel beheer best wel een heel breed vakgebied is, moeten we ook heel veel dingen moeten we ook aanstippen en behandelen. Ja, dus ja, het zit een stukje zit erbij in. En dan is het vooral op basis van requirements ophalen, processen uitpluizen en verbeteren. En daar houdt het op dat moment ook wel een beetje bij op als het gaat om business analysis. Ik hoop dat dit je vraag beantwoordt, Anko. Dan heb ik een vraag van Fardou Rosenberg. Welk niveau is de cursus? Als het gaat over, ik neem aan dat het dan over schoolniveau gaat. Hè. Dat zou MBO plus HBO zijn. Als je kijkt naar, en dat is puur op basis van hetgeen wat we nu hebben gezien qua cursisten en maar daar zijn we niet echt heel erg mee bezig geweest. Omdat ik ook gewoon zie, ik heb hele goede functioneel beheerders in mijn team. Heb ik in mijn team gehad die net de basisschool hebben afgemaakt. Maar die wel super goed zijn in hun vak. En die hier makkelijk mee overweg kunnen gaan. Dus ik vind het altijd een beetje lastig qua niveau. Hè, maar zie je het als MBO plus HBO niveau. Oké. Okay. Ik hoop dat dat de vraag beantwoordt, Fardou. Reinier Arts komt nog met een mooie vraag.
Worden in de huidige pandemie de klassikale bijeenkomsten vervangen door online bijeenkomsten? Ja, ja. Wat wij nu doen is, je bent nu toevallig te gast in onze studio in Apeldoorn. Wij hebben hier een studio gebouwd waarvan wij de training geven, nu bijna dagelijks. En ik heb me daar heel erg lang tegen verzet. Omdat wat ik vind, op het moment dat je de training klassikaal geeft, is dat je een bepaalde kwaliteit moet kunnen leveren. En we hebben heel lang nagedacht van als die pandemie langer duurt, kunnen wij dan op dat moment nog die kwaliteit leveren? En dat is uiteindelijk gelukt, daar hebben we heel lang over nagedacht. En dus we zetten nu bepaalde tooling in en bepaalde didactische trucjes om de beleving, hè, want een training geven en training ontvangen is natuurlijk ook een vorm van beleving die je krijgt. Online doen we nu vooral, of alleen maar eigenlijk, want mag het ook gewoon niet bij elkaar komen. En we hebben momenteel net één training afgerond van de universiteit. We zijn nu bezig bij een gemeente. En we zijn nu de volgende training al aan het plannen. En de studio is bijna elke dag bezet. Dus we hebben heel lang nagedacht over die tooling. Hè. Dus wij gebruiken een aantal tools om de praktijksituatie die we normaal hebben. En dat zijn vooral brown paper sessies met post-its en dat soort dingen. Om dat met digitale tools na te bootsen. En dat gaat heel erg goed. Daar ben ik heel erg tevreden over. Daar heb ik heel lang over nagedacht. Daar heb ik heel lang buikpijn van gehad. Van gaat dit werken? Maar de feedback vanuit degene die het tot nu toe hebben gehad. Die zijn super tevreden. We scoren daar 9 in. Dus dat is goed. Ja, ook nog een andere vraag van Reinier Arts. Wordt de training alleen door Action gegeven? Nou, misschien kan ik die vraag beantwoorden. Action geeft geen trainingen. Wij als Action maken alleen examens. En de trainingen die bereiden voor op het behalen van het examen. De trainingen worden gegeven bij, als je naar onze website gaat, onder de functioneel beheer specialist. Daaronder zie je alle geaccrediteerde trainingsorganisaties staan. Maar als je mij een mailtje stuurt of even linkt met LinkedIn, dan kan ik je wel helpen om in de dichtbijzijnde geaccrediteerde trainingsorganisatie je daarvan de gegevens te geven, zodat je contact met hen op kan nemen om eens even voor meer informatie te vragen met betrekking tot de training. Ja. En uiteraard mag je natuurlijk ook een mailtje sturen naar Daniel. Dan wordt je vraag in ieder geval beantwoord met een concrete aanbeveling van welke trainingsorganisatie dat zou kunnen regelen voor jou. Ja, en als je ook kijkt hoe dat nu is opgezet. Wij zelf als de vakopleiding richten ons vooral op de in-company trainingen. Dus het daadwerkelijk echt maatwerk leveren van deze training. En onze partners, hè, en dat is van Vijfhart tot CompuTrain tot aan Global Knowledge tot de Capgemini. Die zijn vooral heel gespecialiseerd, ook in company. Maar wij doen dat altijd samen. Altijd, we doen het bijna altijd samen. Die zijn er vooral bezig met de open inschrijving. En dus want niet iedereen die kan met een grote groep collega's komen, die wil in zijn eentje komen. Dus daar zijn wij als organisatie niet goed in, dus daar hebben we partners in gezocht. En dat zijn dus de partijen geworden die ik net noemde. Nog een vraag, Bernard? Nee, dit waren de vragen tot nu toe. Als er nog geen andere vragen meer zijn, dan rest mij niks anders dan te melden dat iedereen aanwezig of die zich ingeschreven heeft, die krijgt de presentatie toegestuurd. En mocht je nog vragen hebben, stuur ze per mail, dan zullen we ze beantwoorden. En wil ik jou in ieder geval bedanken voor je geweldige uiteenzetting van het vakgebied functioneel beheer en de training en het examen. En dan zou ik zeggen, iedereen, ik heb nog één nieuwtje, bedankt voor de tijd. Ja? Oh, vertel. Ja, dit was de laatste natuurlijk. Hè.
Nadat het boek handboek voor de functioneel beheerder klaar was, had ik wel zoiets van het is nog niet klaar. Ik had nog genoeg materiaal in mijn hoofd, maar ook op schrift om een nieuw boek te schrijven. Dat zijn we nu aan het doen. We noemen dat het procesboek voor de functioneel beheerder. En dat gaat echt een stapje dieper dan hetgeen wat we nu hebben gemaakt. Dan gaan we het niet meer hebben over het vakgebied. Maar dan gaan we meer hebben over waar wij als functioneel beheerder natuurlijk elke dag mee bezig zijn. En dat is het ondersteunen van processen. En hoe doe je dat dan? En waar moet je dan op letten? Hoe kan je ze verbeteren? Kan je ze meten? Hoe schrijf je ze op? Etcetera, etcetera. Dus dat boek dat is in mei, juni, komt dat op de markt als het goed is. Dat was hem. Kijken we naar uit. Ik ook. Nogmaals, hartelijk bedankt. Iedereen hartelijk bedankt en verder een hele fijne dag nog. En zoals gezegd, mochten jullie nog vragen hebben, schroom niet, stuur ze op en we zullen ze beantwoorden. Hartelijk dank en een fijne dag. Tot ziens. Dank je. Ja. Hoi.